Ah, daar is die weer. Oh, wacht even. Ik kan mijn schermpje niet zien. Ja, niet dat het uitmaakt hoor. De opnames zullen niet veel beter zijn. Hallo allemaal. Daar zijn we weer. Op 1 april. Nee hoor, 4 april. 1 april. Het is 4 april. Wat heb ik gedaan? Nou, het is hier in ieder geval ietsje schoner. Niet veel. Alex, als je kijkt. Ik heb de afstandsbediening gevonden van de leuwe televisie. Ja, Alex die heeft mijn televisie geleend. Voor even. En een stoel. En hij heeft een stoel gekregen en een kleed. Allemaal rotzooi waar wij vanaf moeten. En ja, die sociaal minderen die hebben er altijd wel wat aan. Nou, kijk hier eens even. Ik heb het wasbakje erin zitten. En ik heb de kraan erin zitten. En dit zeeppompje, dat had ik voor de katse viool gekocht, weten jullie nog. Dus die heb ik hier ook maar ingezet. En nou zit ik dus vreselijk in de Dubro. Kijk, want dit is niet mooi, hè? Zo. Kijk, ik zit dus hier. Dan zitten hier mijn ogen op deze hoogte. Dan ga ik zitten. En dan kijk ik die kant op. En dan zie ik dat. En dat vind ik niet mooi. Maar ja. Dus ik heb nog een eikenplankje. Dus zat ik te denken, als ik nou dit eikenplankje er zo tegenaan zet. Dan moet ik ongeveer met één hand. Zo, of zo, zoiets. Wat vind je ervan? Nou, zeg het eens, wat vinden jullie ervan? Zou ik het doen of zou ik het niet doen? Dat maakt dan ook zwart. En dan zie je dat niet meer. Nou ja, goed, ik weet het niet precies. Dit, jongen, dit is gaaf. Dit is een reletje. Ga ik van de week uitleggen wat ik daarmee ga doen. Ik kan er wel eens een huiskamervraag voor maken. Dit is een reletje. En dan kan je 4 ingangen opzetten. En dit zijn dan de 4 uitgangen. En dan zegt dit reletje of die 4 uitgangen wel of niet doorgestuurd mogen worden. Ja, technisch verhaal, maar waar zou ik dat nou in godsnaam voor bedacht hebben? Nou, huiskamervraag. Er valt wat te winnen. Ik heb van alles in de aanbieding. Nou jongens, wat vinden jullie ervan? Ik vind het toch wel best poepie mooi eigenlijk. Ja, weet je, hij moet nog een beetje barsten. Kijk, hier is hij een beetje aan het barsten. Nou, hij moet nog veel meer barsten. Hij moet helemaal open barsten, moet hij eigenlijk. Nou, hier komt dus nog een paal van boven naar beneden. En dan ga ik voor de verandering hieronder aansluitingen maken voor de tv enzovoort. En dan de tv die Alex nu dus heeft. Maar goed. Nou, en dan was ik weer een beetje. Trouwens, de zon schijnt, zagen jullie dat? De hele dag geen zon gezien. En het is avond. En de zon schijnt. Nou. Ik ga dus een video opname maken van deze hele vieze barbecue die ik nou dus even mooi in het zonnetje kan zitten. Zie je? Vies handvat. Vies. Vies. Heel vies. En dan ga ik een videootje maken van een hele vieze barbecue naar een hele schone barbecue. En misschien dat ik daar wel een bedrijfje in ga beginnen. Ja, nou, wat is nou het domme? Hier zit dus die gietijzeren deksel op. Weet je wel, nou, die is zo verroest als de pest. Maar die heb ik al weggebracht. Dat was weer stom. Want die moet ik natuurlijk er ook op hebben voor die video. Dat de mensen kunnen zien van, ja, nou, de mijne ziet er ook zo uit. En dan ga ik hem helemaal opknappen. En dan zeggen ze, ja, ik wil ook dat hij er zo uitziet. Nou, en dan brengen ze het ding bij mij. En dan tik ik even €125 af. En dan ziet hij er weer als nieuw uit, dacht ik. Ja, dat ben ik van plan. Leuk, hè? Nou, verder nog iets. Verder nog iets. Even denken. Nee, nou ja, ik ben een beetje met Alex bezig geweest. Die woont op de Lavendel. 446. Misschien moeten jullie hem een kaartje sturen zo. Weet je? Nou ja, laat maar. Jongens, een prettige avond. Doei.